bij een nieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe video alweer. Het is vandaag maandag en ik vlog best wel laat, omdat ik ben eigenlijk al vrij van werk. Ik ben al thuis. Voorhof is groot. Ik ben al thuis, alles. We gaan nu eten. Ik heb een pakketje gekregen van Shein. En die wil ik straks met jullie unboxen. Ik was al in paniek, hè, want ik heb een jurk of twee jurken, weet ik veel meer, besteld. En voor een feest. En ik moet eerst kijken of ze passen en alles. En als het niet past, dan kan ik nog altijd iets, toch plan B. Ik kom thuis. Dan staat het pakketje bezorgd. Nooit is er een briefje in mijn briefbus. Niks. Dus ik al die buren langs gaan. In plaats dat ik eerst begin bij die buren tegenover me, ga ik helemaal naar boven. Alle buren langs gaan. Nee. Ik dacht van, hé. Als het pakketje niet is bezorgd. Ik zou echt flashen. Alweer bij die. Want ik was al met ze bezig op die chat. Was het gewoon bij die buren hier tegenover mij. Gelukkig, want ik had echt geen zin dat het verloren was of iets. Maar goed, ik ga het straks ontpakken. Unboxen of uitpakken, weet ik veel. We gaan nu eten. We gaan nu gewoon even lekker eten. Die camera is een beetje op een rare manier, maar ik wilde eventjes echt met jullie die, wacht. Ja. Is niet op de juiste manier. Dan doe ik het zo. Mijn favoriete plek. Ja, ik had niet, ik heb niet echt de juiste manier voor mijn camera, maar ik ga het gewoon dan eventjes zo doen. Ik wilde sowieso eventjes met jullie de Shein Shein pakket met jullie openen, want ik ben zelf ook benieuwd. Ik ben eventjes vergeten wat ik allemaal had besteld. Sowieso twee jurkjes of één. Let's see. Oké, eerste pakketje. Ga er gewoon snel doorheen. Volgens mij is dit de jurk wat ik dus zei. Ja, dit is die bandage jurk. Dus dit is strak. Het is dus zo. Het ruikt echt nieuw. En het is gewoon zo een lange basic jurk met een beetje een dingetje zo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, ja? Zo. En het is echt strak, goede kwaliteit. En het heeft de split. Hier zo. Heeft het de split. En dit is maat. Ik weet het eigenlijk niet meer hoor. Volgens mij heb ik hem een maatje kleiner genomen. Kijk, zo is het. Maar goed, je kan het niet goed zien. Want in ieder geval dat. Een doos. Even kijken wat hierin zit, want ik had ook hakken besteld. Ik heb deze hak met touwtjes. En ik heb deze genomen omdat mijn voeten breed zijn. Dus dan dit is breed. En ik heb voor het eerst een hak besteld op Shein. Even kijken hoor. Ik ga jullie niet wijzen hoe mijn voet is hoor, want mijn voet is echt niet mooi. Maar het past wel. Oh, mooi. Mijn voet is nu even niet mooi hoor. Dus, maar dit is die hak met touwtjes. En mijn voet past echt goed in. Dus als je brede voeten hebt, is deze echt goed. Dus hier ben ik alvast blij mee. En het is ook niet hoog. Dus deze is alvast een keeper. Ik ben echt blij, man. Altijd als ik hakken bestel met mijn brede voeten, past het nooit.
En heb ik nog een doos. Jullie gaan lachen. Misschien ook niet. Misschien vind je het ook mooi. Misschien vind je het ook mooi, maar misschien denk je van hem zo. Oh, mijn hak. Ach, zie je, is alles verpest. Oké. Ik heb deze. Klomp of iets, weet ik veel. Ik ga zo stuk. Maar, nu dat ik dit zie, mijn voet gaat sowieso niet passen. Nee, mijn poot past niet. Het past wel, maar dan zou ik toch wel... Nee, ik zou echt een maatje groter moeten nemen. En ik heb maar 42, maar... Dit is een soort klomp toch? Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik ga zo fucking stuk op mezelf. En het glittert ook. Het glittert ook. Maar weet je waarom? Ik heb dit gekocht omdat ik jarig word. Ik word jarig en ik ga... En ik dacht, dit past wel onder die outfit. Maar ik vind het wel mooi, maar het past niet. Dus ik weet niet of ik het ga... Ik ga het sowieso terugsturen. Maar dan weet ik niet of ik nog eentje ga nemen en dan een grote maat ga nemen. Of als ik het gewoon helemaal terugstuur. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi. Maar dan zou ik toch een grotere maat... Dus zeker twee maten groter. Dus dit is 42. Dan zou ik zeker 44 moeten nemen. Dat is echt raar. Maar het is shine, hè. Dus het is AliExpress. Dus ik ga even kijken of ik dat doe. Anyway, dat. En dan heb ik weer een doos. Even kijken hoor. Die hakken waren trouwens maat 41, die zwarte. Vaak moet je sowieso meer grotere maat. En dan had ik een slipper besteld. Voor mij om hakken en slippers te bestellen of kopen is altijd moeilijk. Omdat mijn voeten voor de zoveelste keer... Echt breed zijn. En ik heb een hoge frame. Dus het is echt niet altijd mooi. Dus deze heb ik ook besteld. Het is echt een goedkope slipper. Maar je moet gewoon veel slippers hebben. Dan kan je lekker afwisselen. Maar kijk of het nog past. Nou, het past wel. Heb ik ook eigenlijk besteld voor mijn verjaardag. Het is een beetje groot. Maar dat is niet erg. Want je voet moet ook niet, je hielen moet ook niet over die hak zijn. Ik vind het wel wat. Dat is deze dus. En het past me. Mijn voet is breed genoeg. Mijn voet kan zelfs meer naar voren gaan. Dus daar ben ik ook echt blij mee. Dus shine is getting some points. En dan heb ik... Dus die zak leek zo groot met zoveel spullen, maar ik heb eigenlijk niet eens zoveel spullen. Heb ik weer een doos, dan wil ik weten welke ik had. Oh ja. Ik had ook nog een hak besteld. Dus deze. Ik vond deze wel mooi met diamantjes. En ik dacht, misschien kan ik het met die zwarte jurk aandoen. Want ik heb binnenkort een face waar je helemaal zwart aan moet doen. Dus deze. En het diamanten dus. Maar 42. Nou, dit past gewoon. Nou, het is zo mooi. Ik wil jullie niet wijzen, want mijn poot... Nou, maar netjes praten. Mijn voet is niet ingesmeerd even hoor. Ik ben gewoon eerlijk. En ik vind het zo mooi. Dit wordt sowieso die hak naar dat feest. Nou, ik ben zo blij. Want mijn voeten zijn breed, hè. Het is zo breed dat mijn voet kan gewoon zo doen. Mijn tenen. Ik vind het echt een mooie hak. En dit is echt ook een goede voor mijn voet. Ik ben zo blij, want ik ben blij dat mijn voet past. Dit trekt een beetje of zo. Ik vind het mooi. En ook omdat het zo shine. Nou, is al om meer te bestellen. Want ik zie van shine is mooie hakken. En ze passen, dus het is al om meer te bestellen. Even kijken, ik heb nog wat hier. Weer flyers. Volgens mij, ja, dit is de laatste item. Dus zeker die andere
jurk. Het ruikt echt nieuw zo. Echt wassen. Ja, dit is een zeg maar een off-shoulder of one-shoulder. Het is een hele dunne stof. En het is geribbeld. Deze kan je niet trekken, deze is geribbeld. Ik ga hierboven een plaatje zetten. Hoe het eruit ziet bij dat model. Natuurlijk, ja. Dus dat is deze. Dus ik moet even passen hoe het is. Ik ga het even passen en dan laat ik jullie zien hoe die dingen zitten. Zoals jullie zagen, ging ik toch wel eventjes die jurkjes voor jullie passen. En natuurlijk ook voor mezelf, want ik wilde even checken. Maar ze zijn echt goed. Die eerste jurk is zo hard. Zeg maar echt goede, stevige kwaliteit. En ja, ik vond het echt een prettige jurk om aan te doen. Ik kon niet die rits natuurlijk helemaal omhoog doen. Maar het zat al bijna helemaal omhoog. Dus jullie hebben ook een beetje kunnen zien hoe het staat. Maar ik ben er echt blij mee en ik kan niet wachten om het gewoon aan te doen naar een feest of zo. En dan is die hele look af. Dus die vond ik echt lekker zitten. En die andere zwarte met die off-shoulder, ik had gedacht, oh, het is een dunne stof, dus het gaat een beetje lastig zitten of iets. Maar ik vond dat die ook best wel lekker zat eigenlijk. Natuurlijk hoor ik een correctiebroekje eronder aan te trekken. En dan zit het gewoon veel lekkerder. En, maar het zat wel goed. Het zat echt goed. Ik heb de juiste maat. Ik heb natuurlijk alles erbij gezet. Wat voor maat het is. Hoeveel het kost. En die modellen erbij. Zodat jullie het ook zo kunnen zien. Maar ik ben met alles tevreden wat ik dus heb besteld. Het was voor mij de eerste keer dat ik echt een aantal dingen heb besteld op Shein. Want meestal had ik maar één of twee dingetjes. Omdat ik bang ben qua maat. Maar nu heb ik gewoon gegokt en... ze waren gewoon hele goede dingen. Die hakken passen heel goed. Alleen die ene klompje of hakje, een soort gouden, die past gewoon. Die past, maar het zou een maatje groter moeten zijn. En toen ik in de spiegel keek hoe het bij mijn voet was, vond ik het niet mooi. Omdat die kleur is niet mooi op mijn huidskleur. Dus het liep wel lekker. Het heeft zeg maar lekker een goede hak. Dus ik ga die wel terugsturen of ik hou het en ik geef het aan iemand of zo. Maar ik moet even kijken wat die retourprocedures zijn van Shein. Want ik heb nog nooit dus iets teruggestuurd. Maar goed, ik was heel erg tevreden met die aankopen. En I can't wait to try them on to a party. Ik ga nooit uit. Jullie zien nooit op mijn vlog dat ik uitga. Omdat ik gewoon nooit uitga. Ik wil wel heel graag. Maar uiteindelijk als ik nog moet nadenken wat ik aan moet doen. Dat ik me moet klaarmaken, dat ik pas later dan in de avond uitga, terwijl ik om 9:30, 10:00 al gaap, al moe ben, dan wil ik al naar bed. En dat ik dan moet beseffen, ik moet dan uitgaan. Ik ben gewoon niet meer met dat, maar ik wil wel uitgaan weer. Ik ben iemand, ik ga af en toe uit. Af en toe, niet elke week of zo. Ik heb geen kracht meer daarvoor. Dat was toen ik 18 was of zo, 19, 20, 21, 22, ben je nog... echt actief met dat, maar ik kan dit niet meer. Als ik nu uitga, heb ik zeker 3 dagen tijd nodig om uit te rusten. Maar goed, sowieso ga ik een van die jurken aantrekken. Want ik heb, dus wat ik zei, binnenkort een feest waar ik all black moet gaan. Sexy all black. En dus sowieso ga ik het aan doen. Maar goed, ik ga nu lekker eventjes bank hangen. Het is 9:30. Wat ga ik doen? Ga ik 90 Days kijken? Ga ik vlogs kijken. Ik denk dat ik 90 Days ga kijken. Want ik ben verslaafd aan 90 Days. Jullie moeten echt kijken.
Dus dan ga ik voor vandaag alvast afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer. Of overmorgen. Of die dag daarna. Of nee hoor. Ik zie jullie tomorrow. Nou mensen, we zijn al een paar dagen verder. We zijn onderweg naar Utrecht. Utrecht Centrum, om daar een beetje te gaan wandelen. Ja, ik ben moe man. En ik weet het, de zon schijnt niet, maar mijn daglicht is fel of zo. Ik moet het zo kijken. Anyway, ja, we zijn onderweg naar Utrecht Centrum. We gaan gewoon een beetje wandelen. We gaan wat eten. Ik heb nog geen idee waarin ik zin heb om te eten. Dus ik denk dat we dat gewoon daar gaan bepalen wat we gaan eten. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat kan echt niet kopen. Dus ja, dat is het eigenlijk. Het is vandaag vrijdag. Goede vrijdag. Ga jij kippen? Natuurlijk. Ik, ja, dus vandaag goede vrijdag. Het is vandaag dus 13 april. 15. Oh ja, het is 15 april. Dus ik moet even opnieuw. Het is vandaag vrijdag. Goede vrijdag, 15 april. Dus nu 2:00 in de middag. We zijn onderweg. Oké, dan doe jij de intro. Wat we gaan doen. Ik zeg het niet goed. Nee, dat ga ik niet doen. Het is nu bijgelopen. Ja, maar je wil nu niet zeggen. Je wil me nu niet verbeteren. Meestal in die garage zet je nooit mensen. Jullie zijn een jongen, dus we gaan hem precies hier laten. Goed? Gereserveerd. Oh ja. Het is vandaag zondag, eerste paasdag. Dus dat betekent dat het vandaag 16 april, nee, ik zeg weer zomaar dingen. Ja, het is volgens mij 16 april. Ik ben niet zo lang, ik ben wel al een tijdje wakker, maar ik heb echt eerst eventjes alles gedaan thuis. En kinderen zijn nu in bad. Want we gaan vandaag, ik zie er niet uit. We gaan vandaag naar een paasbrunch bij de zus van mijn vriend in Rotterdam. En dus dat begint 12:00, dus we moeten alles vroeg doen. Het is nu 9:45. De kinderen heb ik alvast in bad gezet, kleren gezet, zodat hun alvast klaar zijn voordat wij weggaan. Ik ben zoals jullie zien nog niet gebaard, niks. Wait for the glow up, wait for the glow up. En mensen, ik heb geen wimpers meer. Ik lijk meteen ziek. Dus straks moet ik... straks moet ik mascara gaan forceren. Omdat het toch iets kan zijn met mijn wimpers. Want ik heb wimpers, maar ik kan ze niet plakken. Dus ik ga geen moeite doen. Maar, oh my god. Dat gaan we dus vandaag doen. Het is wel echt lekker weer. De zon schijnt, dus...
Daar ben ik wel blij mee. Dus hoef ik geen winterjas of zo aan te trekken. Al een paar dagen hoef je geen winterjas aan te trekken. Dus daar ben ik wel echt blij mee. Maar goed. Het ziet er niet uit. Maar pech. Ik ga niet zo op straat. Dus ik kan er gewoon zo uitzien zoals ik wil. Maar goed. Ik ga de kinderen nu uit bed halen. Vriend slaapt nog eventjes, want die komt uit de nachtdienst. En dus dan weet ik van oké, kinderen klaarmaken. Ga ik mezelf klaarmaken. En dan in de tussentijd wordt hij wakker en dan gaat hij zichzelf klaarmaken. En dan is het tijd om te gaan, want we gaan best wel vroeg. Want het, zoals ik al zei, begint het 12 uur. Dus dan gaan we volgens mij iets voor 11 vertrekken. En dat we dagen op tijd zijn. Maar goed, ja, ik ga eventjes mijn dingen doen. En dan pak ik jullie er weer bij als we weggaan. Zodat ik ook eventjes een outfit check kan doen. Want nooit doe ik outfit check. Want altijd ga ik uiteindelijk, zit ik rustig nu. Maar uiteindelijk ga ik met haast de deur uit. Maar nu ga ik proberen gewoon rustig de deur uit te gaan. Zodat ik nog even een fotootje kan schieten of zo. Want mijn foto op Instagram is echt van bijna 3 maanden geleden of zo. Ja, op Instagram post ik sowieso niet zoveel foto's. Ik ben wel veel op Instagram, maar foto's posten doe ik niet zo vaak. Maar goed, ik praat zomaar weer over dingetjes. Ik zie jullie later. Dit is de outfit of the day. Let niet op de achtergrond. Truitje, Palm Angels. Hoe noem je dat alweer? Blazer, Sarah. Tasje, Gucci. Legging, deze is een lekkere hoge legging. Heb ik van TK Maxx. En schuif. Deze mooie Gucci schoenen. Amaya heeft. Ik kan nooit netjes, hè. Deze leren jas van de Zeeman. Truitje Sarah, Rock Sarah en de Jordans. Nou, let's go, want we zijn al mooi laat. Mensen, ik ben even naar buiten gegaan om te kijken waar Amaya is, maar ik zie er even niet. Het is zo lekker weer, mensen. Ik heb gewoon een t-shirt aan buiten. Het is gewoon 20 graden, zo heerlijk. Ik ga even Maya zoeken, want I don't know where that girl is. Nou, we zijn. Waar we zijn, ja. Ik ben al gebaat en alles. Ik ben ready to sleep. Of in ieder geval om naar bed te gaan. Het was vandaag echt een gezellige dag. Ik heb echt genoten. Het was super mooi weer. En dat maakte dat het nog leuker was. Ik heb niet zoveel gevlogd of bijna niet gevlogd. Omdat ik niet zomaar mensen op mijn vlog wil zetten. Misschien willen ze er niet eens op IJsland. Film ik mensen en zo. Dan hoor je via van ik zag je daar, ik zag je op YouTube. En dat is niet fijn. Dus ik vond van ik ga het niet doen. Maar het was gewoon echt gezellig. Ja, het was dus heel gezellig. Het was toch wel weer een tijdje geleden dat ik met familie heb gechilled. En nu zitten we op de matras. Ik heb de matras in de woonkamer gezet. Want we gaan vanaf hier, gisteren sliepen we ook hier. Maar ik was gisteren zo vreselijk moe. Ik weet even niet meer wat ik deed gisteren. Maar ik was zo vreselijk moe dat ik gewoon in slaap was gevallen en Amaya keek nog steeds films, maar ik kon niet meer. Ik was gewoon echt in slaap gevallen. En vandaag ga ik gewoon lekker weer vroeg liggen. Het is nu 9 uur. En morgen is het tweede paasdag. Oh. Niet dat we Pasen vieren of zo, maar morgen zijn we vrij. Dus dan dacht ik van we kunnen gaan zwemmen. Dus dan denk ik dat we lekker gewoon gaan zwemmen. En ja, morgen wordt het trouwens ook mooi weer 20 graden of zo. Dus ja. Maar goed, voor vandaag ga ik alvast de vlog weer afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer bij het zwembad. Ja. Wat wil jij nog zeggen, Amaya? Ik wou het nog zeggen. Ik wou zeggen dat.
we spreken af voor de mensen die naar dit kijken en voor de kinderen. En morgen gaan we een extra leuke vlog maken. Met mama, Maya en Shakur. En papa. Oké, nou, tot morgen. Lang een tijdje weer thuis. We zijn echt al lang thuis. Ik heb Amaya haar inmiddels ook gedaan. En ik ben kapot. Amaya is kapot. Iedereen is kapot. Het was vandaag ook wel weer leuk bij het zwembad. Ik had echt lang niet bij Miranda Bad gezwommen. Ik was helemaal vergeten met die golven en zo. Het was echt gezellig. Het was ook heel druk. Ik heb niet veel kunnen filmen, want ja, het was echt druk. En je ziet toch mensen op camera. Maar jullie hebben tenminste wel een beeld gekregen van het zwembad. Dat was het eigenlijk. We gaan de avond ook afsluiten. We gaan de avond ook afsluiten. Ja, bij deze ga ik de vlog ook afsluiten. Vonden jullie dit een leuke video? Laat het weten in de comments. Doe een leuke duim omhoog. En like, subscribe, abonneer voor alles. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bye bye!